In deze video bespreek ik het biologie-examen VMBO GL&TL van 2019, eerste tijdvak, vraag 36 tot en met 43. We gaan het hebben over schubbevissen en we gaan het hebben over golfstromen. Golfstromen, dat is de eerste waar we het over gaan hebben. Voor de westkust van Zuid-Amerika voert een golfstroom koel water aan met heel veel voedingszouten. Hierdoor is het zeewater rijk aan algen die deze zouten opnemen als voedingsstoffen. De algen zijn microscopisch kleine organismen met bladgroen. Het zijn dus eigenlijk kleine plantjes, vaak eencellig. Ze vormen het voedsel voor sardines en anchovissen. Deze vissen zijn weer het voedsel van dolfijnen, albatrossen en Jan van Genten. En er leven ook orka's die op die dolfijnen jagen. Vraag 36. Noteer een voedselketen bestaande uit 4 schakels uit de informatie. Dus ga ze niet zelf verzinnen en maak een voedselketen en geen voedselweb. Het is wel belangrijk. We beginnen natuurlijk een voedselketen altijd bij planten of iets met bladgroen. En dat zijn in dit geval de algen. Dan trek je een pijl naar het volgende onderdeeltje van zo'n voedselketen. Want de energie van de algen gaat in het volgende organisme. Er mag wel maar 1 organisme staan. Dus je schrijft of sardientjes op of anchovissen. 1 van beide, maar niet alle 2, want dan wordt het alweer een soort van voedselweb. Vervolgens die vissen die worden gegeten door de dolfijnen. En we schrijven nu de dolfijnen op en niet de albatrossen en de Jan van Genten, want ik heb nog een 4e schakel nodig. En dat zijn de orka's en die jagen alleen maar op de dolfijnen. Dus we krijgen een pijl van die, welke vis je ook genoemd hebt, naar de dolfijnen. En van de dolfijnen naar de orka's. 2 puntjes mee verdiend. En zo moeilijk is een voedselketen niet. Dus probeer, voordat je zo'n vraag gaat beantwoorden, wat hadden we ook weer nog meer voor optie? Voedselketen, voedselweb, welke van de 2, welke kant moeten we pijlen op? En dan ben je al... voor elkaar. Dan heb je al 2 punten verdiend. Vraag 37. Noteer een abiotische factor uit de informatie die invloed heeft op de overlevingskansen van organismen in het zeewater voor de kust van Zuid-Amerika. Dan kan je gewoon de tekst per langs, net zolang dat je iets tegenkomt wat niet leeft. Want dat is abiotisch, dat leeft niet. Nou, laten we eens even kijken. De westkust van Zuid-Amerika voelt een golfstroom koelwater aan. Dus dan hebben we al een temperatuur. Temperatuur is belangrijk. Met voedingszouten leven die? Nee, die leven ook niet. Dus voedingszouten ook abiotisch. Komen we nog meer dingen tegen? Nee, dat zijn wel de 2 die ik zo in 1 klap tegenkom. 1 puntje snel verdiend door goed lezen en weten wat abiotisch betekent. Deze vraag heb ik heel veel moeite mee met het antwoord wat zogenaamd goed is. Maar helaas moeten we ons houden aan het correctievoorschrift. Maar ik kan het niet recht praten, dus ik ga mijn best doen. Mensen die hier op de juiste manier de vraag aanpakken, die hebben een fout namelijk. En dat is heel gemeen. In welke periode was het verschil tussen het hoogste en de laagste temperatuur van het zeewater het grootst? Gaan we gewoon, wat makkelijkst is gewoon voor elk jaartal wat genoemd wordt het verschil te bekijken. Tussen 1982, dat is hier, en 1986. Ik zit op de +3, is de eerste piek. En de -1,5... valt er ook nog binnen die periode. Dus dan hebben we een verschil van 4,5 graad. Het is jouw examen, schrijf het er even achter. Niemand die je dat kwalijk neemt. 1986 tussen 1990. 1986 is hier. 1990 is daar. We hebben een verschil van +2 en -2,3 ongeveer. Dus een verschil van 4,3 graden. 1998 en 2002. En dit is waar ik moeite mee heb. Als je heel nauwkeurig meet met je geodriehoekje, dan zie je dat die piek net voor 1998 ligt. Dat maakt het verschil, omdat het zo moeilijk is om goed te zien, is het bij zo'n vraag heel belangrijk dat je nauwkeurig werkt. Kijk even op de klok, heb je daar tijd voor? Want als je ongeveer kijkt, dan ga je er misschien net naast kijken of scheef kijken. Dat gebeurt mij ook, ik kijk soms ook scheef. Dus trek die lijntjes. Waarschijnlijk heb je een etuietje vol met kleurtjes mee en zo niet gebruik je stippelde lijntjes. Ik moest ook echt even lijntjes trekken om deze vraag goed te kunnen beantwoorden. Ik heb eerst eens even gekeken naar de periode 1982 tot 1986. Dat zijn de groene lijntjes waar de pieken zitten. En dan kwam ik uit op een verschil van 2,9 plus 1,5 was 4,4 graden verschil. De volgende periode 1986 tot 1990... zijn de blauwe lijntjes, kwam ik op 1,9 verschil, +2,2, was een verschil van 4,1 graden. Dan de lastigste periode, C, want het is lastig te zien waar ongeveer die piek ligt. Maar het verschil is zo groot dat het echt niet anders dan C het goede antwoord kan zijn.
De bovenste piek, als je kijkt op de kruising van mijn rode lijn, dus bij 1998 is dat, dan heb ik hem ergens in het midden waar hij langs die lijn loopt getrokken. Maar het maakt voor het goede antwoord niet heel veel uit. Het zijn in dit geval de roze lijntjes. En dat brengt mijn hoogste piek in de plustemperatuur op 2,4. De onderste piek, als je die lijn recht trekt, dat kan je mooi doen met je geodriehoek, daarvoor zitten die parallellijntjes erop, zit op maar liefst 2,9. Ook die onderste piek is lastig goed te lezen, omdat die zo ver van die as af is. En als je hem recht trekt, dat lijntje, dan kom je uit op 2,9 graad. En het verschil tussen 2,4 in de plus en 2,9 graden is maar liefst 5,3 graden. Dus C is echt het goede antwoord. Maar als je onzorgvuldig kijkt, kan je op A uitkomen. Dus deze vraag, trek gewoon je lijntjes als het moeilijk te zien is. Dan is de kans dat je een fout maakt veel kleiner. Heb je tijdgebrek, is het misschien al dat werk die ene punt niet waard. Ook als je ongeveer keek, kon je nog best op het goede antwoord uitkomen. De laatste is sowieso fout, dat verschil is echt heel klein. Ik heb niet eens de moeite genomen om de lijntjes te trekken. Het zit ergens tussen de 2 en de 1,8 of zo. Vraag 39. Soms wordt de koele golfstroom voor de kust van Zuid-Amerika verdrongen door een warme stroom. El Niño heet dat. En het water van die warme stroom bevat veel minder voedingszouten dan de koele stroom. Twee punts vraag. Dit heeft gevolgen voor de albatros en de Jan van Genten. Deze vogels vinden dan te weinig voedsel. Hier kan je je voedselketen gebruiken die je in het begin hebt gemaakt, bij vraag 36. Leg uit waardoor deze zeevogels een gebrek aan voedsel uit de zee krijgen. In de warme golfstroom zitten minder voedingszouten. Als er minder voedingszouten zijn, zijn er minder algen. Als er minder algen zijn, dan zijn er minder vissen. En die vissen die worden gegeten door die albatrossen en Jan van Genten. Dus die hebben dan minder te eten. Dat is de uitleg bij deze vraag. Dus dan kon je mooi je eigen voedingsketen weer gebruiken. Ga naar de schubbeneters. Dat zijn hele enge visjes. Tenminste, ik vind ze er een beetje griezelig uitzien. Ze voeden zich met schubben van andere vissen. En ze hebben een scheve bek die zit of aan de rechterkant of aan de linkerkant. En daarmee kunnen ze extra goed. Want dan blijven ze zelf gestroomlijnd achter zo'n vis hangen. En dan kunnen ze makkelijk die schubben eraf knagen. Een wetenschapper die vermoedt dat het meer waarin die schubbeneters leven al 20 miljoen jaar bestaat. En ze vergaat ervan uit dat veel vissen in het meer een gemeenschappelijke voorouder hebben. En ze heeft een stamboom gemaakt. Dat heeft ze vast met behulp van DNA-onderzoek gedaan. Het klinkt nu alsof ze het uit de losse pols heeft gedaan. Zo'n stamboom lees je als volgt. Hoe verder naar links, hoe langer geleden de scheiding is geweest. Van een andere soort. Dus die prinses van Burundi, die is, hoe oud was het meer? 20 miljoen jaar. Dus laten we zeggen dat hier 20 miljoen jaar geleden is. En ze hier 1,8 miljoen jaar geleden. Toen is die prinses van Burundi al eigen weg gegaan in de evolutie. En dit is dus minder lang geleden, zitten we op 1,6 of zo. Jammer dat er geen tijdsbalkje bij staat. Maar dat is hoe je zo'n stamboom leest. Zo'n evolutionaire stamboom. Hoe heet de theorie die verklaart hoe in de loop van de tijd door mutatie en selectie nieuwe soorten ontstaan uit de gemeenschappelijke voorouder? Ik heb het woord al twee keer genoemd bij mijn uitleg van de evolutionaire stamboom. Dat is evolutietheorie natuurlijk. Het is een leervraag, ik kan het niet leuker maken dan dat het is. Welke groep vissen is volgens de stamboom het langst geleden als aparte groep ontstaan? Nou, heb ik net eigenlijk ook al uitgelegd. Je leest hem van links naar rechts. Dit is het langst geleden. Hier is het, deze splitsing is dus het langst geleden. Dus die prinses van Burundi is het langst geleden de eigen weg gegaan. En dat is dus het goede antwoord E. Aan welke groep vissen is een schubbeneter het meest verwant volgens de stamboom? Dat is dus die het minst lang geleden van elkaar zijn afgesplitst. Deze splitsing is het minst lang geleden. Daar zit hij het dichtste bij als je gaat kijken naar aftakkingen. Die schubbeneter is dus het meest verwant aan de plekodus. Plekodus. Whatever. Antwoord C. Gaan we naar een stukje genetica. Vind je dat nou lastig? Ik heb daar een hele serie over gemaakt. Dus kijk die vooral als je genetica moeilijk vindt. De vraag is, voordat we naar de tabel gaan kijken, het gen voor rechtsmondig is recessief. Uit welke kruising kun je dat met zekerheid afleiden? En als je mijn serie kijkt over genetica, dan zal je erachter komen dat ik erop hamer. Dat je alleen zeker kunt weten dat iets recessief is als twee ouders die de eigenschap niet hebben, kinderen krijgen die de eigenschap wel hebben. Dus bijvoorbeeld twee ouders met bruine ogen krijgen een kind met blauwe ogen. Dan weet ik zeker dat beide ouders drager zijn en dat het dus een recessieve eigenschap was. Anders kan het niet. En je bent hier heel erg geneigd om te zeggen, nou, uit die rechtsmondig keer rechtsmondig, dus twee keer homozygoot recessief,
komen nul linksmondigen. Maar dat kan toeval zijn. Dus dat geeft geen zekerheid. Als ik hier linksmondig keer linksmondig kruis en er komen rechtsmondigen uit, dan weet ik zeker dat deze twee linksmondige ouders, die moeten wel heterozygoot zijn geweest. Die zijn drager geweest van het recessieve allel. Want er komen kinderen uit met een andere eigenschap. Dus net zoals dat deze twee bruinogig zouden geweest, is hier dus 225 kinderen blauwe ogen. Dat kan. Dus met zekerheid kan ik het zeggen aan de hand van kruising 1. Want er komen uit twee ouders met dezelfde eigenschap, hetzelfde fenotype, een kind met een ander fenotype. Dus kennelijk was die eigenschap recessief. Heb je nou nog vragen over dit onderwerp of andere vragen? Laat dat dan vooral weten in de reacties. Wil je mij bedanken voor het maken van deze video's? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. En dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.